thema's. Marijke heeft dus een keer iets zes schilderij gemaakt. Eentje? Ja. En ik word letterlijk zelf op de band. Hoe is het met je voet? Nou, lach steeds zelf. Ik ben een hekel geweest, maar helpt niks. Nee. Het klapt nog steeds een beetje naar vol. Het blijft nog een beetje plat, zeg maar. Ja. Dit ontstaat nog niet echt, omdat je ook de lijnen best nog wel een rol laat spelen. En dat het geen krachtige lijn is, maar een beetje een... Snap je, het is bijna een soort touw die er omheen zit. Ja. Dit moet echt heel soepel lopen en krachtig, dan krijg je de boot... Ja, maar dat kan ik nog alleen met een keer een beetje doen, ja. Een beetje echt, met, misschien nog een verf gebruiken. Ja. Want het is ook nog een beetje magertjes geschilderd. Ja. Die andere, je had van die andere keer had je er ook in, hè? Een nieuw werk van Hilda. Mooi Hilda. Wat een poekie. Deze is ook een stuk beter geworden. Ja, je krijgt nou weer die compositie van het gaat over dit ten opzichte van hier rust. Ja, ja, precies. Nou, mooi hoor. Ja, jongens. Hier hebben we nog een. Die durf je zeker niet te pakken. Die komen neem ik zo meteen. Ja, sorry, want soms dan duik ik opeens een andere hoek in. En hier nog een werk wat vorige week is afgemaakt. En dan komen we nog even bij het hoogtepunt terecht van deze ochtend. Dat komen we nog even bij het hoogtepunt, dat moet wel je het laagste punt bedoel je? Het hoogste punt, toch? Nou, het is wel een expressief portret geworden, maar de vorige keer was het inderdaad wat sterker qua compositie. Ja. Ja. Wat vond je man ervan? De vorige keer heb ik ook, ben ik doorgaan werken thuis. Oh, wel weer? Ik ben helemaal verprest. Echt waar? Het werd een zachte, oranje, zoete, roze toestand. Dat het zo goed was. Maar gelukkig hebben we de evaluatie nog. Daar staat hij nog op.